rapper. Ik zeg, ja, het gaat over vleugels. Ja, maar willen die vleugels? Ja, er zit een boodschap achter, ja, achter het nummer. Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort van ode aan mensen met moed die het toch eigenlijk niet heel makkelijk hebben. En eigenlijk zou je dan vaak als omstander zoiets hebben van, goh, je hebt het zo moeilijk. Ik zou willen dat ik met je ruilen kon en je pijn misschien af en toe wat over zou kunnen nemen. Maar vaak hebben zulke soort mensen juist iets van, nee, kom maar op. Ik ga dat gewoon doen en laat maar komen. Dus ik krijg je vleugels van. Ja. Ode. Mooi. Ja. Zeg, dan zei ik ook dat Hanne ziek was en ze hebben meteen een nieuwe groepsnaam uitgezocht. GM. Ooh. Julia Mart GM. Wow. Dus vandaag zijn jullie GM. GM, oké. Okay. Hanne is misschien nu aan het luisteren en die zegt, potverdikke toch. De naam van K3 wordt al lang. Maar ik denk dat hij het heel erg naar de zin heeft in de bed, hoor. Lekker rusten. Kopje thee erbij. Er was nog een vraag. Als je dat nummer nu niet mooi vindt, mag je dat dan veranderen? Ja, die opties zijn er wel. Ja. We horen meestal echt demo's door iemand anders ingezongen. Ah, ja. En wanneer dat we zelf zoiets hebben, ik zou eerder dit doen of die tekst past niet goed bij ons of we zouden het zo niet zeggen, dan is daar wel ruimte voor. Okay. Te bespreken. Het is allemaal bespreekbaar. Nog een vraag die binnen is gekomen van onze luisteraars. Jullie zijn van velen het idool, maar wie is jullie idool? Naar wie kijken jullie op? Oeh, ik vind Suzanne Freek heel leuk. Ah ja. Ja. Oh. Is wel iets anders dan wij. Maar ja, maar dat mag, hè? Maarten is nog aan het nadenken. Ja, maar Maarten heeft er veel. Ja, ja, maar als ik dan tussen de Vlaamse artiesten moet kijken, denk ik Dana Winner. Ah ja? Ja, ik weet niet. Ik vind dat een heel fascinerende vrouw. Ik vind dat een heel mooie vrouw. Ik vind dat die een hele mooie stem heeft en ik vind dat die heel hard onderschat wordt wel. En die is ook heel hard van Limburg. Ik zeg maar wat. Ja. Ja, hey. Daar zit nu iemand Kante Hassel te stralen, denk ik, als ze dit hoort. Ja. Zeker, nog een vraag van het thuisfront. Wat zou je doen met 1 miljoen? Oei. Oeh. Ja, als je er zo lang over moet nadenken, mag je iets anders ook aan mij geven. Nee, ik zou toch wel een wereldreis willen maken. Niet dat ik daar nu tijd voor heb, maar zo, dan zou ik dat opzij zetten voor wanneer K3 misschien op een dag ooit afloopt. En dan zou ik toch wel echt flink op reis gaan, denk ik. En ik denk dat ik zou kijken voor een huisje met een tuin. Ik woon nu op een appartement en ik heb wel een terrasje, maar door corona heb ik toch gemerkt dat een tuin, ja, ik verlang er wel naar. Ja, goed. Willen we eens luisteren naar de nieuwe single? Ja, gaan we doen. Ah. Naar Vleugels. Allee, opgelet. Hier komt die. Radio 2, Ann en Daan. Radio 2. Hallo, lieve meisjes. Katrie. Mijn naam is Tima. Ik ben 4 jaar. Ik ben een foto van jullie. En mijn lievelingsje is Katrie Vleugel. Oh, hoe lief. Nieuwe single van K3, Vleugels, mooi ook aangekondigd, perfect op de intro door Thibe Masset. Hoe is het? Ja, dat was mijn zoon van 4 jaar. Ja, hij kon niet meekomen vandaag, want hij moet naar school. Maar ik vroeg hem gisteren, wil je iets vertellen aan de meisjes van K3? Ja, zei hij. Dus voilà. Bij heel meteen, schattig. Ja. Meteen een intro gevuld, dus goed. Dat is hier al de toekomst dat klaar staat. The Jam and a Town Called Malice. Reacties lopen binnen in de app van Radio 2 over het nieuwe nummer Vleugels van K3. Want K3 is hier bij ons vandaag. Van Winnie Vermeers bijvoorbeeld. Ik luister net mee. Doe de groetjes aan K3. Bij deze. De groetjes toch? Mijn zoontje is grote fan. En ook van het liedje Mango Mango. Er zit ook een foto bij van het zoontje dat aan het dansen is. Oh, dat is heel gezellig. De harten zijn gewonnen. Oh. Zeg, we hebben hier een vriendenboekje bij ons liggen. Daan, dat vriendenboekje is ondertussen al ingevuld door Maarten en Julia. Yes. Wat zijn zo de meest opvallende antwoorden? Ah. Wel, wat mij opvalt, een van de vragen is, dit wil ik later worden. En jullie hebben allebei, zowel Maarten als jullie, hebben ingevuld mama. Ik denk dat het management van K3 nu flauw valt en zegt, oh nee. Ja, ik zie onze manager daar inderdaad even neergaan. Hoe gaan we dat gepland krijgen? Hij trekt een beetje bleek weg, jongens. Niet elk jaar, hè. Ja, want waarschijnlijk het is nu al een heel gedoe met Hanne en dat gepland te krijgen allemaal. Waar ik ambetant van word, ook een van de vragen. Maarten heeft ingevuld liegen. En jullie heeft ingevuld mensen die te traag wandelen als ik haast heb. Ja, ik kan daar niet zo tegen, zo de halve tempootje. Loop of echt traag, zodat ik er langs kan, of echt snel, zodat ik er achteraan kan. Maar zo niet half dat ik denk, oh, ik ga op je hielen trappen of zo. Nee, ja. Ga je slaan? Nee, ja. Ik onthoud het voor als mekaar is tegengekomen in de winkelstraat. Doorlopen, doorlopen. En dan misschien de laatste, mijn grootste geheim. Opnieuw, Julia. Ik snurk soms. En dan staat er tussen haakjes luid. Ah, echt? Dat is wel waar. En ik praat ook echt in mijn slaap. Ik ook. Maar hele zinnen. Ja, ja. En
mijn vriend noteert dat dan soms. En laatst ben ik echt gewoon wakker geschoten. En dan is het stil, hè. En dan zo naar hem. Sst, stil. Stil, 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 stil. Dat is echt raar, hè. En ik weet totaal niet waar ik het dan over heb op dat moment. Maar dat gebeurt. Ja, ja. Ik ben wel een luide slaper. Oké. Okay. Zijn er velen in het hoofd van jullie, hè? Zijn er velen. Hey, dankjewel om als eerste het vriendenboekje van Anne en Daan in te vullen. Maar jullie zijn wel iets vergeten. Het blokje, het leukste aan Anne en Daan is bij beide blanco. Of is dat een hint dat er niks leuk te vinden is aan ons? Dat kan ook nog. Ik zou goed nadenken wat dat gezegd, hè? Want ofwel draai ik die single, ofwel draai ik hem niet, hè? Het leukste. Zeg het, Marten. Zeg het. Oh, garm. Nee, ik voel wel, jullie zijn heel rustig of zo. Ik vind dat wel leuk. Ik vind het gezellig om hier te praten met jullie. Ah, ik heb zo niet het gevoel dat ik stress moet hebben om wat ik moet antwoorden. Of nee, wat. Ik nee, vind dat is heel waar. Rustig en gezellig. Ha, we stellen de mensen op hun gemak eigenlijk. Ja, ja echt okay, wel. Je hebt het gered, we gaan K3 nog spelen op Radio 2. Ja, en straks, want ik heb gisteren achter de videoclip gezocht, maar die is er nog niet, want straks... Om 5 uur? Nee, morgen. Morgen. Morgen? Hey, om 5 uur? Ja. Ik weet het, omdat ik mij net geabonneerd heb. Je kan zo op YouTube zo'n melding. Hè. Dus ik krijg morgen ping om 5 uur. Zo. Ja, dan ben ik bij de première. Oh, en het was een mooie videoclip. Je bent er heel trots op. Ja, toch wel. Ja, we zijn zelf wel heel blij met het resultaat. Het is wel echt iets anders. Het is ook heel muzikaal gemonteerd. Waardoor het nummer nog beter tot zijn recht komt. Vind ik persoonlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Alright, goed. Morgen dus om 5 uur in de namiddag de videoclip van Vleugels. Hanne en Julia, dankjewel. Een keertje een leuke dag nog. Marten. Oh, Marten, sorry. Elke dag